Beste vrienden, in dat filmpje ga ik even de rivierpaling tonen. Dus hier ziet je de rivierpaling in een blijkbaar natuurlijke omgeving. Dat is niet zo, maar dat is gefilmd in een aquarium. Maar de rivierpaling is dus een beest, een vis, dat dus echt in de modder leeft. Hij duikt daarin onder en je gaat straks zien, zoals nu bijvoorbeeld, dat zijn kopje alleen uit de modder komt. Dus de rivierpaling is goed gekend bij vissers en vooral ook in de palingrestaurants in Vlaanderen en ook in Wallonië, Nederland, eigenlijk heel Europa. Dus meteen kunt je ook eens mijn stem horen, want we bellen niet veel. Hier ziet je dus duidelijk dat hij met zijn kopje uit de modder komt. Sorry, er is een trein. Dus we gaan nu een keer de paling tonen hoe hij er echt uitziet, helemaal. Dus maar niet in zijn natuurlijke omgeving. Hij zit dus met zijn lichaam op een bodem van keitjes dat hem nu echt niet zo graag heeft, omdat hij daar niet kan induiken. Dat gaat je op het einde van de film wel zien. Hij is ook vergezeld van kleine visjes. Dat zijn dus onvolwassen visjes, jonge visjes. De meeste zijn bliksjes. Dat is in de volksmond. We gaan eens kijken. De paling ademt traag, hij kan heel snel zwemmen. Hij kan ook duiken, zoals ik gezegd heb, in de modder. Je gaat dat spijtig genoeg niet zien, want daarvoor moet je tenminste een laag hebben van 20 centimeter dik. We gaan eens kijken wat hem gaat doen. Rondom zwemmen ook heel kleine daphnia's, dat noemen ze dus watervlooien. Dat is vooral voor die kleine visjes, die eten dat dus op. Ze leven daarvan. Ze krijgen ook van dat strooivoedsel dat je dus koopt in de aquariawinkels. Dus kleine bliksjes, je gaat ook straks nog een ander visje zien. Ik ga nu even stoppen. Dus intussen loopt het audiosysteem van Apple verder. En maar hopen dan nog niet te veel treinen passeren. Dus hier heb je zo'n soort modderkruiperke. Het is intussen weggeschoten, maar het komt nog terug. En je gaat ook zien dat het ook van die klein beestjes opeet, want dat is trouwens zijn voedsel. Ze noemen dat rivierdonderpatjes. Dat zijn dus ook klein visjes. Het zal straks nog wel terugkomen. Die dus bijna altijd op de bodem zitten. Terwijl deze visjes, die zwemmen dus hoger, ook aan de oppervlakte. Ze kunnen zich ook heel snel verplaatsen. Er zitten ook een paar blauwband grondeltjes tussen. De kenners gaan dat wel zien. Die hebben dus een klein blauw streepje over de lengte van een zijkant. Dus praktisch over de lengte van een lichaam. Dus hier zien we nog eens dat modderkruipertje, dat is eigenlijk van Italiaanse afkomst, maar ook in België, meer in de Ardennen dan in Vlaanderen, zijn er toch nog te vinden. En er zijn ook verschillende soorten. Hier heb je de grote en de kleine, en ook het bermpje. Dus van blikken, die ga je straks nog een keer zien, dat zijn dus eigenlijk vorentjes. Men noemt dat vorentjes, en daar heb je dus ook weer verschillende soorten in. De blankvoorn, en dat zullen deze wel zijn. Die hebben dus witte vinnetjes. We gaan even wachten tot wanneer dat ze terugkomen. Dus hier hebben we nogmaals de bliksjes, de voorntjes. De mooiste in deze soorten, dat zijn de rozenblieken of de rietvoorns. Die hebben dus heel mooie rode vinnen. Nu kijken we terug even naar het gedrag van de paling, want wat gaat hem nu proberen doen? Hij gaat proberen zo een van die visjes
bij de staart te bijten. Hij is er wel niet in geslaagd, maar dat is nu eenmaal een paling. Een paling is een roofvis. Dan heb je het al gezien dat hij geprobeerd heeft. En dat beest is wel achter een paar dagen terug vrijgelaten, want het woonde dus echt niet in zijn juiste omgeving. Want dat is ook belangrijk voor mensen die vissen houden. Die moeten erop letten dat de omgeving, ook de planten, een beetje de inrichting van het aquarium. En dat is ook belangrijk voor de vijvers, vooral wie een vijver heeft. Belangrijk is ook dat, om te weten dat een paling eigenlijk een modderdier is en dat ook uit het water kan komen, vooral op natte dagen en vooral ook op natte weiden, dus waar dat de bodem heel nat is, kan hij dus gewoon zich verplaatsen over het water, over het land. En zo kan hij ook van de ene gracht of de ene rivier naar de andere. Oorspronkelijk en in komt de paling uiteindelijk uit de zee, want daar wordt hij geboren, nog altijd op een niet echt goed gekende manier, maar het is ver weg van hier in de Saragossa Zee, ergens in de Atlantische Oceaan tussen Europa en Amerika. Ze doen er wel een paar duizend kilometer op over om naar hier te komen en ze komen als heel kleine, doorzichtige visjes het Vlaamse land of het Europese vasteland binnen. Dat was het zo ongeveer. Kijk nog even, misschien zal hij nog een keer proberen. Hier probeert hij van in te graven, maar het lukt hem dus niet door die steentjes. Het filmpje is bijna af, dus ik ga nu even luisteren omdat het geluid goed was. Ik heb toch mogelijk te ver van de micro gezeten, dan moet je het maar eventjes wat luider zetten. Tot wederhoren. José Railway hier.